Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Een heel gelukkig, gezond en sportief 2019 namens de sportredactie van RTV Rijnmond. En traditiegetrouw begint het sportjaar ieder jaar hier in Ahoy met de Woning Zesdaagse. En wij zijn er iedere dag bij met Zesdaagse TV. We hebben er zin in. Het gaat beginnen. Wat gaat beginnen? Ja. Leuk. Wat? Hierachter, in Ahoy. Wat gaat er beginnen? Oh, dat bedoel je. De Zesdaagse. Oh, dat maakt maar niet uit. Je gaat beginnen. Ik kijk altijd op tv. Hebben ze ook nieuwe benen daar? Ik heb niet zoveel met wielrennen eigenlijk. Tour de France, de Giro, kijk er altijd naar. Oh ja, ik heb er niet echt veel informatie over. Maar ik vind het gaaf dat dat weer hier is, ja. Ik heb het één keer gezien, verder niet. Wat is het dan? Schaats, geloof ik. En zo ziet het er dit jaar uit. De baan is gepoetst, de stoeltjes zijn schoon en het geluid doet het. Ja, het geluid doet het zeker. Dus alle kijkers van TV Rijnmond, elke avond op TV Rijnmond, Wieners is laatste TV. We kunnen gaan beginnen. Zo, een nieuwe roeping. Nou, ik laat dit plekje graag over aan Kees Maas. Helaas zijn laatste optreden dit jaar. Maar we zitten inderdaad op het heilige plekje van Kees Maas. Wat is er anders dit jaar in vergelijking met de Zesdaagse hiervoor? Nou, er is niet heel veel anders, omdat met name Peter en ik hebben de laatste 4 edities heel erg gekeken en gesleuteld aan het sportieve. We wilden meer competitie, gelijkwaardige koppels, hebben het programma aangepast. Dat hebben we in die 4 jaar tijd wel bewezen tot dat er nu staat. En we hebben eigenlijk veel meer op detail gekeken. Dus weer heel goed gekeken of de koppels die we hebben rijden tegen elkaar kunnen strijden. Dat ze gelijkwaardig zijn. En als je ook in de arena kijkt, ja, het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ook daarin maken we telkens stapjes. Dus wij zijn er wel klaar voor. En je hebt mazzel, hè, dat de Nederlandse sportploeg van het jaar er gewoon is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Een paar jaar geleden waren de sprinters mannenploeg. Waren toch nog niet zo bekend. En toen hebben we echt tegen de jongens gezegd, weet je wel, jullie zijn vaste waarden hier in de Woning Zesdaagse. En daar zijn ze heel dankbaar voor dat we ze toen een platform hebben geboden. Ja, en nu zijn ze natuurlijk misschien wel naast Terpstra zo de bekendste deelnemers van de Woning Zesdaagse. Gaat dat extra publiek trekken? Wat is eigenlijk het toeschouwersrecord? Vorig jaar hadden we 35.000 mensen. Dus ja, daar proberen we altijd natuurlijk, daar mikken we op om daar weer overheen te komen. Maar dat is al heel mooi bezet. Nou, laten we eens gaan kijken naar die Zesdaagse van vorig jaar, hoe dat er toen uitzag. Toen was de 36e editie van de Zesdaagse, die traditioneel al sinds de jaren 70 in Ahoy wordt verreden. Een deel van die 35.000 bezoekers zag onder meer een baanrecord tijdens de sprint van Matthijs Bugli. Zou er dit jaar onder de magische grens van 10 seconden worden gereden? Bugli zat er vorig jaar nog 39.000ste boven. Misschien dat Jeffrey Hoogland, Theo Bos en Harry Lavrijsen, die vorig jaar bewezen dat ze weinig voor elkaar onderdoen, dit jaar het baanrecord kunnen aanscherpen. Natuurlijk waren de meeste ogen ook vorig jaar gericht op de koppenkoers, waarin de Belgen Kennedy Ketelen en Moreno de Pauw na 6 dagen de snelste bleken. En dat terwijl de Ketelen nog wel eens slaapwandelde door de hotelkamer. Ja, het is iets heel, heel bizar. Ik word wakker midden op de gang of zo in ons huis. Sta ik aan Marino's de kant van zijn bed, begin ik van allerlei... Op de rand van mijn bed begint hij te roepen en te doen. Ja, en dan midden van de nacht hartslag 200 worden wakker en dan kun je niet meer slapen natuurlijk. Ja, klopt. Ja, maar je wordt wel gewoon fit wakker, daar heb je geen last van? Ja, nee, maar ik doe rare dingen. We beginnen altijd weer te roepen. Ik leg mij terug neer en ik slaap terug. En hun liggen daar dan van... Maar ik ben wel wakker dan. Ja. Desondanks won het Belgische koppel de Woning Zesdaagse met overmacht. 4 rondes voorsprong op de Nederlanders Havik en Strutiga en de meeste punten. Kenny de Ketelen nam het goede gevoel mee, want hij werd in augustus in Glasgow Europees kampioen op het onderdeel koppelkoers. Dat was niet heel spannend vorig jaar. De Pauw en de Ketelen, 4 ronden voor, ook verreweg de meeste punten. Heb je ze daarom van dit jaar uit elkaar gehaald? Nou, het is zo dat wij heel graag de wereldkampioenen altijd aan de start hebben en de Europees kampioenen.
En was het geval dit jaar in Glasgow dat Kenny de Ketel met Robbe Gijs opgesteld werd namens België. Die werden kampioen en dat was wel even een discussiepuntje bij ons. Van, ja, houden we onze visie vast of niet? En uiteindelijk was het antwoord toch wel ja. En ook in overleg met de sponsors hebben we toch gezegd van oké, dit is wat wij sportief heel graag willen. Laten we dat ook gewoon uitvoeren en met de jongens ook besproken. Dus ik denk dat het een goede oplossing is. Nederlandse inbreng, Havik en Strutiga. We hebben ook Nicky Terpstra, die rijdt met de Fransman Thomas Bouda. Wat mogen we van hen verwachten? Havik en Strutiga, die hebben een supergoeie aanvang van de winter gehad met de winst in Londen. Afgelopen week hebben we het NK kunnen zien. Ja, daar staken ze met kop en schouders erbovenuit. Zowel individueel als in de Madisons. Verwachten we daar heel veel van. En ja, internationaal krijgen we natuurlijk meer tegenstand. Maar ze zijn in bloedvorm, dat is een ding wat zeker is. En Nicky, die hebben we een aantal keren hier gezien dat hij in de aanval iets te duidelijk in beeld is. Natuurlijk dat hij zo graag wil en dat hij zo sterk is, maar dat iedereen dat ook weet. En die gaat daarop focussen. Nou ja, nu hebben we een heel compleet koppel met een voormalig baan wereldkampioen ook uit Frankrijk. Zijn huidige teamgenoot. Bij zijn nieuwe ploeg, Direct Energie. En die jongen is razendsnel, dus hij kan ook op een andere strategie varen. Dus dat levert wel een interessant team op voor ons. Elke partner krijgt meestal een koppel aangewezen. Nou ja, als Rijnmond zijnde kregen we vaak een koppel wat ongeveer uit het klassement viel. Zo slecht presteerden zij. Dankjewel, maar we hebben nu de oud-winnaars gekregen. Dat is fijn. Ja, Spaans koppel. Ja. Ja, dat is toch mooi. Ja, nou ja, doe er wat mee. Hè. Probeer ze te motiveren. Ja. Daar hebben wij ook wat aan. Nee, die jongens die zijn eigenlijk ook aan een hele goede winter bezig. Die zitten midden in de Olympische cyclus. Ik weet dat die jongens daar echt de pijlen op hebben gezet. Dus zeker alles wat in 2019 en 2020 gebeurt, dat is voor de jongens super belangrijk. Dus ja, ook Rotterdam is daar een hele belangrijke ervaring in voor de jongens. Tijd dus voor een nadere introductie van onze favorieten in elk geval. Hier voorop Sebastian Mora en Albert Torres. I'm Albert Torres. I am Sebastian Mora. My partner is Albert Torres Barceló, living in Mallorca, but it's the Menorca in Ciudadella. But it's good guy, yeah. And sometimes it's a very special guy, but for me, I like it's my big friend. And the relation is very long time, yeah? And it's the relation in the track and in the road and the competition and out the competition. It's a good relation for the later is translating in the competition. Mora is a friend for me. It's a big friend, and yeah, it's she's from Villarreal. Huh? And it's my partner with the Madison race, and cut. It's enough. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes. For me, it's my favorite 6 days at Rotterdam. It's the first 6 days win Albert with me together, and for me, it's a special 6 days. And we won. My first 6 days winning, and was so special, and every year it's an important race for me, and yeah, just fight for the podium, because it's the race is really really important, and the level is too high, and we will try again. I'm gonna take you to the radio station, so you do a live interview on radio. What do you think about that? I don't know. It's a new experience for Albert and for me. And I go to the one radio in Holland, in Rotterdam. I never stayed in one radio in Holland, but okay, and a new experience, and I think it's a good experience. Radio Rijnmond, dwars door Rijnmond. Vanavond begint een woning in Zesdaagse in Rotterdam. In de studio zijn drie mannen binnengekomen. In de studio
heel duidelijk, dat is Frank Stout. Frank, jij hebt twee Spanjaarden. Goedemiddag, ja. Wie zijn er? Ja, het zijn Albert Torres en Sebastian Mora. Het zijn inderdaad twee Spaanse wielrenners. We stay a long time together. Yeah, I know him, he know me, and yeah, it's a good relationship. The relation intro and other and out the competition is a good couple. Yeah, good luck. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Good luck. Bye. Bye. Ja, Torres en Mora Vederen. Misschien dat hun naam wel weer hier op de boarding komt te staan. Maar dan als de winnaars van 2019. Nou goed, na vanavond weten we meer. Dan gaat de Woning Zesdaagse beginnen. Je kan alles zien live bij ons op de website. Rijnmond.nl of download anders onze app. En anders kijk je gewoon morgen weer naar Zesdaags TV. Heel graag, tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers.